Hallo sommige Siblings van me. Leuk dat jullie kijken naar een nieuw filmpje. De tijd is weer wedergekomen. We gaan weer op Twars reageren. Maar voordat ik begin, ik heb best wel een leuk iets gekregen vandaag in de post. Wat eigenlijk verbrand had moeten worden. Oké, ik kreeg een paar dagen geleden een brief van PostNL. Van, hey joh, er ligt een pakketje. We weten niet wat het is. En ze gaven ook nul informatie over wat het was. En het kwam uit Amerika. Dus ik had zoiets van, I don't know. Ja, als je niet weet wat het is, maak maar open. En zo niet, flambeer het maar. I don't care. En toen zag ik een dag later dat heel veel mensen hun PewDiePie vingers binnenkregen. Dus toen ging ik hem wel even stressen. Maar... ja, en ik ben hier toch wel extra blij mee. Gewoon puur om het feit. Ik en mijn broer zijn geabonneerd op PewDiePie. Toen had hij ongeveer, volgens mij, 28.000, 29.000 abonnees. En toevallig, jazeker, ik heb de 29.000. Ja, ik ben hier zo blij mee. Hij is gewoon echt voor mij zoveel in waarde omhoog gegaan. Gewoon puur omdat het dat getal is. Ik vind hem echt sick. Ik heb wel zijn bril eraf gehaald, want ik vind hem zo leuker. Maar ja, ik heb hem binnen. There you go. Ik ben er echt blij mee. 29.309. Dat is niet het exacte getal natuurlijk. Ik weet het echt exacte getal niet. Het was ergens tussen 28.000 en 29.000. Maar man, het is sick, man. En nog kijk ik hem. Het is insane eigenlijk. Maar goed, we zijn hier natuurlijk voor Dwars. Ik heb er twee hele leuke uitgekozen. Dus laten we maar gewoon even kijken. De eerste is Dwars. Kim en Stella vinden beugels te duur. Ik ben benieuwd. Dit zijn Stella en Kim. Hallo. Ze houden van Musical.ly, vinden het leuk om regenbogen te tekenen. Hey, en specifiek. En graag met de hamster. Oh. Stacy. Stacy de hamster. Maar één ding zit hen dwars. Oké. Wij vinden het stom dat beugels zo duur zijn. Ja, als je het te duur vindt, waarom maak je er dan niet zelf een? Je kan makkelijk gewoon een touwtje tussen je tanden doen, heel strak. Maar oké, jongens, doe dat niet. Dat was een grapje. Disclaimer, doe dat niet. Laat die tandjes maar eens even zien. Nee. Ja, dat is een mooi setje tandjes. En jij? Lipbumper. Een lipbumper. Waarom vinden jullie het vervelend dat beugels zo duur zijn? Voor mensen die niet echt heel veel geld hebben, is dat heel moeilijk dat ze dan dat kunnen betalen. Ja, je hebt zo'n rekening bij je, hè? Ja. Laat eens zien. Oké. En hou je vast, daar staat het bedrag bij. Oké, wat denken jullie? Hoeveel denken jullie dat een beugel is? Ik denk rond de 3.000-4.000 euro. Denk ik te hoog. Maar maakt niet uit, we gaan kijken. Oh my god. Oh, 2364 euro en 16 cent. There you go. Ik zat er niet extreem veel naast. 2300 euro. Dat is wel veel, man. Maar je hebt wel de hele leven de profijt van. Ik heb hieronder één tand die echt heel scheef staat. Ik erger me er niet heel erg aan. Omdat, ja, I don't really care. Maar ja, op een keer zou ik dat best wel een keertje recht willen trekken. I don't know. Ja. 2364 euro en 16 cent. Plaatse beugel. 127 euro 94. Vervaardiging. Orthopantomogram. Oké. Ik denk dat dat iets is met... ja, geen idee. Verwijder de beugel, categorie 5, 6, 8, 9, per kaak. Nou, dat vind ik ook niet erg. Nee. Hij moet er ook een keer uit natuurlijk. Ja, ja. Oké, maar toch. Pak gewoon de sloophamer en bam, pleur hem er dan zelf uit. Als je het zo duur vindt. Come up, man. Come on. We moeten ook een geld verdienen. Hij moet er ook een keer uit natuurlijk. Ja, oké, maar toch. Eruit. Per kaak. Meiden, hoe kan ik jullie helpen om dit probleem op te lossen? Naar de orthodontist gaan. Ja, en even vragen hoe ze nou tot deze kaak voelen. Hoe dat zit. Ja? Let's go. Met mevrouw Jeugdjournaal. In de Jeugdjournaalbus. Let's go. Met copyrighted muziek. God fucking damn it. Hallo. Stella. Hi. Hallo, ik ben Milou. Mignon. Hallo. Nou, dus jij bent de orthodontist van de meiden. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, jullie hebben eigenlijk een probleem, hè? Ja. Kun je dat nou nog eens uitleggen? Ja. Ja, wij vinden het vervelend dat beugels zo duur zijn, want sommige mensen hebben niet echt veel geld. En die kunnen dat dan niet betalen. Ja, dat snap ik. En dat willen wij eigenlijk ook heel graag. Je kunt je in Nederland verzekeren voor een beugel. Ja. Maar dat is een extra verzekering die je als ouders moet afsluiten. Ah. Die is best wel duur. Maar is die duurder op lange termijn dan een beugel, is de vraag. Dat vraag ik me best wel af. Hoe duur zou die zijn? Dit hadden we even bekeken, hebben jullie thuis. En hier hadden we een paar vraagjes over. Ja. Ja, ja, codes en orthopantomogram. Hè? Een orthopantomogram is die röntgenfoto die om je hoofd heen draait. Dit is die orthopantomogram waar we het over hadden daar straks. En met die maken we een foto van de zijkant van dat hoofd. Oh, je moet je ook voorstellen dat je eigenlijk niet alleen voor die beugel betaalt, maar je betaalt ook voor het feit dat je in deze stoel zit. En dat je dus 2,5 jaar lang kom je bij ons langs en dan is er een assistente die je helpt. Ja. En ook die beugel die in jouw mond zit. Dit wat hierop staat gaat ook weer een deel naar die meneer of die mevrouw die jouw beugel heeft gemaakt. Ja. Wat vinden jullie daar nou van als jullie dat horen?
Logisch. Nee, dat wist ik helemaal niet. Nee. En gaat het ooit gebeuren dat alle kinderen, hè, tot met 16 jaar of zo, gewoon gratis een beugel kunnen krijgen? Dus ja, het kost dan wel geld. Maar ja, ik denk natuurlijk dat iedereen de kans krijgt om een mooi gebit te krijgen. Maar waarom gebeurt dat niet? Waarom is dat nog niet zover al? Dan moeten jullie misschien met de bus naar Den Haag. Hey. Ja, ik denk het wel. Ga even Rutte aan zijn snor voelen. Dat was hem. Ja. Of niet? Oh. Wel leuk, ik vond het goed gaan. Ik kan erachter. Ik vond ook wel goed dat ze er toch wel proberen om het goedkoper te maken. En ook snappen dat het zo, waarom het zo is. Dus het is alleen even afwachten of dat dus gaat lukken. Of het voor iedereen gratis gaat worden, voor alle kinderen. Ja. Oké, goed gedaan. Hey. Doei. Nou, het had mooi geweest als ze nog even naar Den Haag gingen, maar ik snap het wel. I mean, ze weten nu waardoor het komt. That's all they have to know, right? Daar kwamen ze voor. Dus there you go. Is die geslaagd? Volgens hun wel. Vind ik hem geslaagd? Ja, mediocre. I don't know. We gaan gewoon door naar de volgende. En de volgende is dwars. Noah en Daniel willen niet bij de sportschool douchen. Ik had ook een hekel aan douchen waar mensen bij waren. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan, omdat ik er gewoon angst voor had of zo. Ik weet niet waarom. I just don't like it. Ik vind het gewoon een beetje fucked up of zo. I don't know. Waarom moet je douchen met andere mensen? Dit zijn Noah en Daniel. Hallo! En zoals je wel kunt zien gaat het hier om een eeneiige tweeling. Holy shit. De tweeling is gek op gamen. Lezen van de Donald Duck. Ook en al! Voetballen. Maar één ding zit hem dwars. Wij vinden het niet leuk om na de voetbal op de voetbalclub te moeten douchen. Want dat doen we liever thuis. Dankjewel! Ik heb precies hetzelfde. Ik zit liever nog even 10 minuten in de auto als ik stink, dan dat ik met andere gasten ga douchen. Ja, sorry, misschien ligt het aan mij hoor, maar ik heb dat nooit chill gevonden. Altijd als de rest ging douchen met voetballen, ik zat gewoon lekker te wachten. Ik zat gewoon lekker een beetje op mijn MP3 spelen te kutten. Ja, I don't know. Ik vond het gewoon niet chill. Hey jongens, waarom willen jullie nou niet op de voetbalclub douchen? Om je audio wel. Omdat jullie een hele mooie douche hebben en dat het ook gewoon heel goed doet. Ja, dat is flink mooi douche. Het is ook fijn als we privacy hebben tijdens het douchen. Ik vind het fijn om dan met z'n allen in één hok te gaan staan. Leuk. Ja. Wat hebben jullie er al aan gedaan aan dit probleem? Nou, ik heb het aan mijn trainer gevraagd, maar hij zei echt dat ik per se moest. Zullen we dan maar naar de voetbalclub toe? Dit dat was bij mij ook inderdaad. Ik vind dat zo'n onzin. Like, waarom moet je met z'n allen douchen? Wat de fuck is dat voor meerwaarde? Like, als iemand gewoon niet chill voelt bij met anderen douchen, waar maak je een probleem van? Like... Jullie zo'n wedstrijd, hè? Ja, dat klopt. Daar gaan ze! Met copyright muziek! Dus wat hopen jullie nou te bereiken op de voetbalclub? Nou, ik hoop dat ze ons probleem begrijpen. Ja. Hij is keeper die rechter. En dat we niet meer hoeven te douchen op de voetbalclub. Daar gaat het om, hè? Hé! Hey. Ja, oké. Okay. Daar zijn ze. Hoi. Hoi. Hallo. Voorzitter. Kunnen jullie uitleggen wat jullie probleem is? Nou, wij vinden het heel erg vervelend dat we met z'n allen bloot in één hok moeten douchen. Ja. Snapt u dat? Ja. Absoluut. Maar douchen na de wedstrijd is echt heel belangrijk. Het hoort erbij. Het is goed voor je spieren, het is goed voor je lichaam en goed ter afsluiting van de wedstrijd met het team. Hey! Oké, dus teambuilding is volgens deze man dat je met z'n allen in de ruimte een beetje met je dollo naar buiten gaat staan. Wat is dat nou weer? Ik ga toch ook niet na een opname met Joost even samen douchen? Wat is dat nou weer voor onzin? Wat boeit dat nou weer? Als je daar niet fijn bij voelt, hoef je dat dan niet per se te doen. Want inderdaad, het moet gewoon. Het is niet zo van, als je niet wil, dan hoeft het niet. Nee, vroeger was het ook gewoon van, wil je niet? Dikke pech, je doet het maar lekker. Ik vind dat zo raar. I don't know. Maar kunt u ook begrijpen dat kinderen, vooral als ze wat ouder worden, als ze misschien in de puberteit komen, het niet zo fijn vinden om met elkaar te douchen? Maar ze kunnen toch ook gewoon thuis douchen, als ze maar douchen? Natuurlijk. Van jongetje naar man worden verandert het lichaam. En krijg je daar misschien wat schaamte bij. Ja. En wij zullen dus als vereniging er alles aan moeten doen om dit gevoel bij deze jongens weg te nemen. Het moet uiteindelijk ook een feestje zijn. Ja? Een feestje met z'n allen douchen? Een feestje met z'n allen douchen? Een feestje met z'n allen douchen? This guy. Copyright. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Zij mogen hun onderbroek aanhouden. Of een zwembroek of wat ze dan ook willen. Als dat het privacyprobleem voor hun zou oplossen. Het hoeft niet verplicht in je blote kont. Is dat al een deal? Nou, het liefst natuurlijk niet, maar als het echt niet anders mag, dan ja. Dankjewel. Dankjewel. Staat het in de wet of zo dat je moet douchen met je teamleden? Wat is dit? Don't get me wrong. Vroeger was ik echt grote voetbalfan en ik wilde echt voetballer worden. Maar dat was echt gewoon het enige waar ik gewoon een scheidekel aan had. And for good reason. Wat is het doel van samen douchen? I don't get it. Hey jongens, hoe vonden jullie het? Ja, deels geslaagd, deels niet.
Want ja, ik had natuurlijk wel liever thuis willen douchen. Alleen nu met kleren is het ook wel goed. Dus de conclusie is, de dwars is een beetje geslaagd. Ja. Ja. Nu de klein beetje. Met kleren aan. Hey, ja, want dat gaat echt helpen met schoon worden. Ja. Is die geslaagd? Absoluut niet. Ik vind niet eens dat hij een beetje geslaagd is. Wat een gezeik, man. There you go. Je moet gewoon lekker douchen op de voetbalvereniging. Nou ja, there you go. Ik weet niet helemaal wat ik ook moet zeggen verder. Ik kan alleen zeggen, ik had er een schurftekel aan vroeger. En met goede redenen. Ik sta achter deze jongens. Nou ja, goed. Anyway, dat was het maar weer voor de dwars vandaag. Vond je hem wel leuk? Laat natuurlijk even je duim achter. Vergeet niet op te lachen. En dan zegt PewDiePie nog maar één ding. En dat is... PewDiePie! Hey!